Ik ben Milo en dit is mijn eerste biertje op het Oktoberfest in München. Ik ben Milo en dit is mijn laatste drankje op het Oktoberfest. Wow, hoe heeft dit nou weer zo snel uit de klauwen kunnen lopen? Het begon vandaag in ieder geval zo. Mannen, goedemorgen. Het is 4 uur 's ochtends. Wij staan op Schiphol en we gaan naar het Oktoberfest. Ja, daar heb ik dan wel echt gruwelijk van zin in. Ik zei net dat ik helemaal, ik heb dit dus altijd al gewild. Dit lijkt me de stering mooi. Ik ben er nog nooit carnaval, geweest. Carnaval, maar dan nog langer. Ja, het is een maand lang. Ik dat denk wel niet. Dat als je een maand lang elk jaar dit hebt... Zou je dan nog leven? Waarom is Oktoberfest in september eigenlijk? Ja, dat is heel raar eigenlijk. Het is om oktober in te luiden. Dit lijkt me zo snel, je kan hem niet eens af. Nee. Maar eigenlijk is het interessant genoeg dat we hem er gewoon in kunnen laten. Ik weet ook helemaal niet of het waar is of niet. Maar goed, laat maar gewoon erin. Waarom heet het geen stop Oktoberfest? Want anders is stop met roken. Ja, dit is echt een leuke grap, maat. Volgens mij is het 3:30 's ochtends, want je bent nog niet helemaal in vorm, joh. De vorige keer dat we in de rij stonden met Asjevrouw waren we wel echt in vorm, maar het moet toch even inkomen. Maar jongens, ik had een heel probleem. Want we moeten natuurlijk wel de juiste rijspullen hebben om naar het Oktoberfest te kunnen gaan. Maar dat komt eigenlijk goed uit, want... Deze video wordt gesponsord door Captain & Son. We hebben eigenlijk alles van Captain & Son. Ik wil Captain ook bij spullen, of niet? Koffers van Captain & Son, nou echt top. Kijk, hij rolt als een gek, moet je zien. Nope. Hij rolt nog steeds. Rolt nog steeds. Om technische uitleg te geven, heeft een hele lage rolwrijving. Oké, heel raar. Van onder de 0.1. Dus een Captain & Son koffer heeft een hele rare rolwrijvingscoëfficiënt. Nee, lage. Lage rolwrijvingscoëfficiënt. Deze koffer heeft een enorm lage rolwrijvingscoëfficiënt van minder dan 0.1. Ik dacht alsof dit in de briefing stond. Koop Captain & Son koffer. Daarnaast vette rugzakken. Ja, oprecht die rugzakken. Jij hebt een hele mooie gekozen. Misschien kunnen we hier zo'n shoplog muziekje onder zetten. Ja. Ja, die is mooi. Ja. Ik vind hem ook wel met mooi. Dit. Ja, ook wel mooi. Ja. Ik vind het een mooie en hij past ook mooi en bij jou. Super veel vakjes. Ik heb let op, let op, let op. Doe je dus zo. Hoppakeetje. Ja, dood zie je. Schitterend. Dan hoor ik jullie denken allebei, Captain & Son. Fantastisch, ze hebben koffer en tassen. Nou, dat zal het wel zijn. Laten we op reis gaan. Nee. Roel, laat die eyes zien. Ja, ik zit even te kijken. Het is al best wel laat. Ja, Milo is laat. Het is vroeg, maar wel al te laat vroeg voor waar is Milo? Weet je wat ik hoorde laatst? Dat Milo die is dus zijn iconische zonnebril kwijt. Maar ik zie daar hem aankomen lopen. Hij heeft wel weer een brilletje volgens mij. Ah, jongens. Hoe kom je aan dat vette nieuwe brilletje? Ken je dit niet? Nee? Van Captain & Son. Nee. Ja! Zo, die is razend vlug en sportief. Die is eerlijk hoor. Allemaal leuk en aardig dit mensen, maar jij kan er zelf ook van mee profiteren met de kortingscode Bankzit is 15, die je kunt gebruiken via de link in de beschrijving. En dan krijg je 15% korting op al je aankopen, zowel online als in de fysieke store. En dan loop je binnenkort er net zo bij als... Deze verkopen ze trouwens niet, maar die verloot ik onder lekkere wijven. Zou ik wat leuks vertellen? Wij zijn dus alleen met mannen namens Captain & Son Nederland. Maar Captain & Son Frankrijk heeft alleen maar Franse dames meegenomen. Nee. Ik hoor trouwens van een collega van ons, die zei dat Corina Koff er ook was. Ja. Corina Koff. Ja, dat is echt zo. Dat is echt heerlijk om te weten. Bad Boy Robby Baby is altijd in voor een nieuwe ex, jongen. Kom maar op. Ik wil trouwens nog even één ding opgooien hier om 4 uur 's nachts op Schiphol. Er staat hier een rij van een dichte Starbucks die echt heerlijk lang is. Like the speed of sound. Allemaal leuk en aardig, maar wij gaan nu ook. Zo, je dacht het niet echt dat de overgang ging zijn. Check trouwens wat hier in de prullenbak ligt, hier. Yes, we zijn in Duitsland. München om precies te zijn. FC Bayern! Het is wel echt super triest en Duits zoals je ziet. Zo, je loopt even door het shot heen of zo. Joh. Ja, waarom is het azen? Waarom is Duitsland zo leeg? Duitsland is echt alleen maar beton. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, dat is het huis van Guus Meeuwis. Ja. Hey jongens, kom even kijken wat ik hier zie. Dit moeten we ook doen. Dit. Als we nu toch zijn, proberen deze behandeling te krijgen. Wat is dit? Kijk die man. Die vet die lijkt een heel erg van die meme. Die vet aan die computer zo. Waar de fuck gaat het over? Ja, roeken. Die is opremie. Dat is overpowered. Die is overpowerde methode. Die is Olympiahelden. 51, 43. Ja, dat is een liedje. Laila is een liedje. Ik heb leren paaldansen. Oh, op elk tripje wat wij hebben, komt hij weer in een soort erotische modus. Weet je wat hij nou roept? Hij staat hier midden op straat, roept hij: "Wanneer hier in Duitsland bin, zoek je hier grote salamischijven." Dat heeft hij nooit geroepen. Nee. Speel nou even mee. Heeft hij één? Dit heeft jij net. Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Würden Sie eine Strafe bezahlen, wegen Hose runter. Aber ich habe keinen Bock mit so einer Scheiße wie euch. Nein, das heißt doch nicht
gesloten! Hij was echt boos. Ja. Wat zei hij? Hij was echt boos. Voor mij zei hij iets van, als ik agent was, zou ik je een boete geven. Je moet je kapot schamen. Iets ja, voor die zin. Ja, omdat je ja. openbaar zeg je naar... Doe. Centje zat, hè, meneer? Dat was mijn job, je! Jij denkt dat je naar een of andere hip zomerfestival gaat of zo. Maar we staan op de bus te wachten. Laten we met rust. Jij kan zo niet aankomen op het Oktoberfest. Wil je dat nog één keer doen? Ik vond het wel spannend. Dus jij hebt zo'n dominant naar rits omhoog. Zo ga je toch niet aankomen op Oktoberfest hier, schat? Ik vind het zo geil gewoon. Hoezo kan ik hier niet mee aankomen? Ik heb een hartstikke blis brilletje, snel een behoorlijk dun jasje natuurlijk. Ik heb een beter idee voor jou. Mensen, we zijn er eindelijk. We zien er echt fantastisch uit, al zeg ik het zelf. Dankjewel, jij ook, jongen. Achter ons staat een meneer met... Kijk, dat is echt een typische Oktoberfest gevoel. Met van die enorme krakelingen broden, weet je wel. Ik heb echt honger. We zijn er nu, we hebben dit al hele stuk al gelopen. Het is een soort pretpark en met heel veel bier en heel grote borsten en zo. Maar we kunnen ook lekker wat eten, toch? Gaan we naar binnen? Ja, we gaan eerst naar binnen. Zo! Zo! Vrolijkheid en fijne mensen bij elkaar allemaal. Dit is echt de droom van elke Je moet gaan socializen nu, man. Zou ik wel een pakootje lusten of zo, man? Dit is echt het VIP-deck van het Oktoberfest. Hier kan je dus bijvoorbeeld, wat je beneden niet kan, bier drinken en eten. Oh ja, dat kan echt overal. Hebben jullie gezien in wat voor pakjes die vrouwen hier lopen? Niet dat ik daar over heb, maar de zonnebril is niet waar. Kijk. Hey, man, vinden jullie niet knap dat die mannen daar heel de avond is best gevaarlijk, zo op dat plateau staan. Hey jongens, ik heb een goed idee. Laten we een zuipwedstrijd doen. Nee. Hey, ik heb nog een beter idee. Dan combineren we dat met een eetwedstrijd. Braadworst. Degene die het minste liter bier drinkt op het Oktoberfest hier vandaag, die houdt zijn lederhozen aan totdat hij weer thuis is. Maar ook in het vliegtuig en zo. Ja. Wat een fucking dom idee. Wat gaan we doen? Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja. Ik vind als ze dan voor de verliezer gaan, weet je wel, dan moeten we ook een soort prijs hebben voor de winnaar. Dat we kunnen zien wie er bovenaan staat. Ja. Dus de persoon die constant vooraan ligt, dus als je wordt ingehaald moet je hem overdragen. Krijg de bier zo! Zo! Ik doe niet mee, want ik drink geen alcohol. Milo, zullen wij een bak trekken? Hey, voor hoeveel euro had jij nu een bak? Niet eens zo heel veel geld, maar ik kan dat gewoon niet. Ik wil het wel proberen. Ja? Hoeveel krijg ik dan? Ja, ik krijg van mij 100 euro. Oh, ja, gewoon wat in de fooiepot. Maar ik denk dat ik hem niet kan atten. Ja! Zo, dit is ook niet als je voor de rest nog zo dat ik al minder kan drinken. Man. Hey Milo. Ja. Ik ben Mattie, dit is mijn eerste biertje. Sinds hij met jou van leven heeft gereld, is hij helemaal op die alcoholische toeren. Ik herken hem helemaal niet meer. Kun je niemand even lekkere wijven regelen? Zo ken ik je weer! Ik zie een Mogol. Ja, daar. Koen! Oh, wacht. Hier zit hier. Ik heb ze een braadworst op. En mensen, jullie geloven niet, we hadden het er nog over hoe tof het is dat we dit allemaal kunnen meemaken dankzij jullie. Maar die vrouw erachter jou, die is alleen van het overdenken van zal ik springen of niet? Spring. Zoals jullie misschien weten mensen, is de Bankzitters Murder terug in stok. En voor alle Brabanders, dat betekent voorraad. Ah, ja. Alle terug in voorraad. De IKEA shirt, ik bedoel de constructie shirt. De paarse shirt. We hebben ook de... Wat zit jij aan te lachen, Milo? Ja, dat vind ik mooi. Die IKEA constructie, vind ik mooi. Is dit een goed moment jongens om te zeggen dat ik nog een ander merch item van ons heb meegenomen? Oh, even een glaasje op meeformaat. Shotje. Oh nee, weer een shotje bier. Oh, zo, dat is lekker eens, hè? Oh. Heb je nou geen vrienden, dan vaak zeggen mensen dan van ja, ik heb geen vrienden, want mensen zijn mijn type niet. Nee, je bent zelf kut. Maar om een stuk minder kut te worden, kan je Bankzitters Murder. Ja, dan heb je zo'n aanknopingspunt. Ja, en nodig ze bijvoorbeeld uit voor een lekker avondje drinken bij jou thuis. Maar dat doe je niet zonder de Bankzitters shotglazen. Nee, je moet er weer sympathie op wekken. Dat is iets zieliger verhaal. Vertel dat verhaal nog eens van je oma. Ik had een oma en die was hartstikke lief en die is toen dood gegaan. Ja, echt. Ja, wel een tijdje geleden, maar ik nog steeds zit ik er wel. Dit zegt man, ik ga naar Bankzitters.nl ook aan merch halen, man. Het zou me wel steunen als mensen merch zouden. Moet ik even huilen? Ja. Ik heb nog maar 6 maanden te leven, joh. Oh, je hebt die kip alweer op zeker, hè, Bolle?
Dikke tieten! Dikke tieten, kartoffelsala! Ik wil nog even benadrukken dat we hier een compleet leeg bord krijgen met een halve kip erop gesplikkerstraald. Dat is de cultuur, hè? Er gaan dus hier mensen, echt zoveel mensen, gaan op een oncomfortabele stoel met veel te weinig zitruimte, gaan met z'n allen zitten zuipen. Hoe cultuur kan ontstaan, dat is toch mooi? Het mooie is, het is ook woensdagmiddag. Oké. Mensen hebben groot nieuws. Hups, overpikken, randalion. Shit. Hij drinkt de bierketting. Kom maar hiermee. Ja, maar ja! Ik heb daar nog één ding over te zeggen. Als de bierkoning spreekt, mensen, dan luisteren jullie gewoon. In Afrika is het heel mooi. Ah! Kun je dat ook even hiermee doen? Nee. Rob, misschien bij jou. Misschien scheelt het nog een centimeter. We drinken hem even op en dan wandelen wij even naar een leuke attractie. Ik zit zelf te denken aan een vrije val. Nou, en dan wat durf ik niet eens als ik nuchter ben? Ik moet plassen nu, man. Ja, ik moet ook kotsen. En hij heeft voor heel blik aardappel op, hè. Ik ben dik. Milo. Wat moet ik daarmee? Ik geef hem toch terug als je niet wilt. Ik krijg wel weinig terug. Hoedje toetje! Kom maar! Hey. Je mag eventjes je mond spoelen. Ik ben nu Mattie, dus ik krijg nu eindelijk de waardering die ik verdien. Gast, je hebt een vriendin die echt letterlijk 9 punten lekkerder is dan jijzelf. Nou, dit vind ik echt lullig dat je dit zegt. Hoezo, hij is toch geen nul? Er zijn twee dingen die ik wil. Eén, met z'n allen in die wrijven. Oh ja, hij is nu boven. Dat is echt Oktoberfest gevuur! Dat ga ik echt niet in. Jawel. Mensen, welkom op het Oktoberfest, waar alles wat illegaal is, ineens weer normaal is. Holy 17! Huh? Sorry? What's the problem? This is okay, right? So the rest. Are the shoes? Yeah, okay. Okay, so when the beer king speaks, the beer king just Ik ben verliefd op een oudere. Yo, yo, hey ho! Oh, Koen gaat pinnen. Ja, dames en heren, dat wil je zien. Koen van Hees, trek die flappen maar. Koen van Hees, flappen trekken. Hij betaalt vandaag alles voor ons. Hij heeft veel verdiend met kaasje. En daarom is dat geen probleem. Hey, hey. Koen van Hees gaat flappen. Hij voorziet ons vandaag van cadeau. Hij gaat ons even betalen en gooit een pijl in de roos. Koen van Hees gaat flappen trekken. Hallo, wie viel ballonnen darf ik schmeißen voor de Mario? 200. Dit gaan we doen. 25 pijlen, wacht even de breken. 80. Ja, 80 euro en dan moet je alles raken. Ja, dat doen we niet. Wat is de kleinste prijs? Kleinste. Ja! Ja, die heb ik nodig vanavond. Heerlijk hoor. Heb je nog een haartransplantatie? Je kan mee in een ex on the beach. Film je boom is. Wat hebben we hier? Braadworst, ja. Vat. Nou ja, zeg. Ja. Dan slaan we gewoon het drankje over. Alsof je een rode zee in mijn vader weer. Dat was een echte piraat. Was waar als wie de Nederlander? Was denken ze je van de Nederlander? Alles kook zou een hasje. Ja. Kook een hasje. Ja. Stimmt niet. Zo, niet normaal. Koude pitten houden. Dit is zo pittig. Misschien moet ik even een biertje erbij halen. Wat nu die hete worst. Holy fuck. Hete worst. Ja. Laten we deze worst... Ja, nee, duidelijk. Laten we deze worst opeten en even een attractietje pakken. Dat heb ik al zin in. Dit is zo pittig dat het gewoon echt heet is. Fuck. Daar staan we dan voor de Skyfall. Skyfall. Wij en Milo is de camera holen. Hallo Milo. En Rob, we zitten nog te twijfelen. En ik vind dat als hij ons allebei verslaat, man, ons met CP Schaar hoeft hij niet mee. Ik ga filmen. Ga jij niet mee? Ik kom erop. We're flying high. Je hebt
talk to me, please. Yeah, it's very nice to spend our last moments together. Talk. Oh. Yeah, I understand. Okay, let's go. Moet je kijken. Oh, fuck. Oh, wat gaaf! Na deze enorme spannende opgave is het echt weer tijd voor pil. Oh, lekker pil. 12 seconds later. Ik wil een verhaal over wat er net gebeurde toen ik richting de wc liep als in mijn eentje. En ik zou het kunnen overdrijven, maar dit is oprecht hoe het ging. Ik loop daarheen. Ik loop langs de tafel. Misschien hebben jullie hem ook gezien. Die tafel hierachter. Acht dames. Ja, daar hadden we het nog over. Ja, ik loop daar langs. En ik zie gewoon acht van die hoofdjes zo. Naar mij kijken. Ja, ja. Ja, I get the bierketting. I'm in front. Why? Ja, because I'm in front. Je hebt de hele citroen erin gedaan. Prima, dan drink jij deze maar op. Rob, ik ben het best opdrinken, maar dan ben ik wel de bierkoning. Oh, jezus. Bobby de Kip, leg eens een ei. Oh! FC Bayern! Wat een heerlijke dames. Ik ben aan het snijpen en die met die gele jurk. Waarom dan? Die kan heel goed koken. Dit is mijn derde liter. Het gaat goed. Dames en heren, we gaan even een kleine minigame doen. We hebben allemaal nog een best wel volle pul met bier. Die moeten we recht voor ons uithouden. Op het moment dat je laatste wordt als eerst je bier laat zakken, moet je 5 keer de trap hier naar beneden en omhoog. Word je vierde, moet je het 4 keer, 3 keer, 3 keer. Nu snappen we het. 1, 3, 2, 1. Het is gewoon een kilo, hè? Fuck on, Bram! Fuck! Oké, en ik ben 2. Heb ik sneller, hè? 4 to 6 days later. Mensen, hier reserveert dus een tafel hier tot 5 uur, wij dan. En het is nu 5:10. Dus we moeten het hier even de balans opmaken. Ik zit nu op 2,9 liter en ik denk dat ik daar toch even snel 3 liter van ga maken, want deze ga ik niet laten staan. Waar sta jij op? Ja, 3,1. Jij? Een nieuwe bier. 2,5. Wow! Ik zelf zit zeker op 2,6. Nee joh, ik durf zelf te neigen aan 2,8. Nee, 2,7. 2,4. Nee, wat jullie niet weten, is dat ik roze alcoholvrije bier gemengd heb met dit bier. Das kann man nicht verstehen. Das versteht mich. Aber der Milo setzt durch und der Milo ist wieder dabei. Ja, gut, okay. Robby, du kannst das. Trink das scheiß Bier, Junge. We gaan nu door naar iets anders. De stand is heel spannend. Mensen, we gaan even een minion halen bij de ballonnenman. Zo. Thank you. Ja, minion! Mooi zijn oog, hè? Oh, je filmde! Oh, sorry. Deze knijper wordt gebruikt. Die kan je aan een vrouw geven om dat te weten van ik vind jou leuk, ik wil jou. Mattie gaat nu de knijper uitdelen. Ik zie daar een vrouw zitten. Dus je gat en je moeder. Waarom kunnen jullie niet even een leuke dame? Nee, maar doe het even. Mag je niet zelf kiezen? Mag je niet die dames daar? Jawel, mag wel. Ik ga zeker leuker vanavond. Ze heeft hem afgedaan. Ik heb nooit in mijn leven zoiets ongemakkelijk meegemaakt. Ze hebben hem in de prullenbak gegooid. Want ik zou gewoon heen lopen en gewoon terugpakken. Je hebt me gewoon nodig vandaag, hè? Gewoon second chance. Ja, gewoon heen lopen als statement, terugpakken, weglopen. Jij zult niet falen. Je gaat stralen. Dit kan jij zeker weten. Kijk, second chance. We proberen het gewoon nog een keer. Maar dan waarschijnlijk iemand die minder lelijk is. Zo! Oh, man, heb je iemand in het vizier? Ik heb iemand in het vizier. Echt? Ik heb iemand in het vizier.
Hup. Ja! We hebben raak! Love is in the air! Ik krijg hem meteen terug, volgens mij is dat geen goed teken, dames. Dit is niet mijn avond. Ik ben een alcoholist. We zitten nu in het restaurant. We hebben allemaal een biertje besteld. De tussenstand is als volgt. Mat 3 liter, Milo 3 liter, Koen 3 liter. Rob loopt iets voor. Dus we hebben een klein pilsmannetje besteld. We gaan er heerlijk tegenaan. Voel jij hem al? Beetje. Nee. Stel, je bent te gast ergens. Ja, maar die hangt gewoon weer. Hij is binnen. 2-0, hè. Dit is ongelooflijk, ik schaam me kapot. We gaan een kleine prank uitvoeren. Later. Ik moet zeggen, het bier is heel zout ook. Ik heb het is wel zout, ja klopt, maar ik drink het wel niet op als echte man. Jij wil lopen kut, hè? Nee. Jij wil gewoon, maar jij wil lopen kut. Nee. Je hebt gewoon verloren. Maar je hebt zout met bier gedaan. Dat is puur bedrog met bier. Ja, dat betekent dat jij dus vanaf nu, tot je thuis bent, dit pakje aanhoudt. Morgen op Schiphol, in het vliegtuig, ledenhoofdjes aan. Tomorrow. Goedemorgen meneer, goedemorgen mevrouw. Hoe gaat het met u? En hoe gaat het met jou? Mensen, het is zover. We gaan de ziplijnen over het Olympisch Stadion. En kijk deze clown hier nou staan. Hij stop! Hey, ik wil de pret trouwens niet drukken voor jullie, want het is best wel een leuke positieve video. Maar Nederland heeft het WK hier verloren in 1974. Nee, 1970. 1970 stonden we in die finale, Rolf. Toen won Brazilië. Oh, dit was voor de Olympische Spelen in 1970 gemaakt. Dat was het. Ja, dan kom je met je praten kennis. Weet je jezelf toch in een bocht te wurmen dat, dat je er goed uitkomt. Maar wij worden toch niet, want die wordt toch afgeknipt door Anton. Echt niet. Anton, als je mij afknipt, jongen, ik zit tegenover de trap, zo tegen je knie schuiven, gewoon kan lopen. Anton, je vertrouwt. Persoon hier, laat me weten als dat... Godverdomme, ik vind dit is eng. Ik ben niet de man van de hoogtes. Hoge successen, dat wel, maar... maar wat kan er gebeuren, hè? De techniek vertegenwoordigt. Kijk hoe zeker het is. Krijg je van je levensdagen niet los. Dit is een ding, maak me niet veel zorgen, want ik altijd denk van ja, hoe groot is de kans die bij mij altijd? Want ik ben echt niet dik. Ik ben wel dik. Zo, als ik dan val, heb ik wel dat ik als gras val. Ik kom weer zo'n beetje zacht neer. Ik ga niet schreeuwen. Dat is mijn enige doel. Ah, fucking hell! Oh, mijn goede lord! Nee! Nee, kom ik nooit meer terug. Ja, dat is goed. Ah, dit is leuk. Doei, jongens. Die spanning stijgt. Ik ben echt in mijn boekjes kijken. Ja, ik vind het ook niet fijn. Hé, jongens, veel plezier, hè. De vriendelijke whoop. Groeten. Woe! Oh, dit gaat hard. What the fuck? Oh, haha. Hey. Oh, jezus. Gaat hard. Ciao. Zo! Ik tril wel nog een beetje op mijn benen, man. Mijn knieën wel, een beetje knikken in de knieën. Zo, het gaat hard, man. De touw. Oh jee. Afremmen! Remmen! Remmen! Doe remmen! Je moet trekken aan dat ding! Trek aan dat ding! Tomorrow. Allemaal zakenmannen. Strak je pak. Ik ben ook een zakenman en ook strak in pak. Zo'n schijf, is echt normaal. En toen was het tijd voor de terugweg en moest Koen dus ook door de douane met zijn lederhozen. Wat niet helemaal lekker liep. Kom je nog voor je zit in zijn lederhozen, dit is echt geweldig. Ja. Ja. Oh, de schoentjes ook nog, die zijn als enige nog goed. De politie vond dat filmen in de douane overigens niet zo leuk. En als er iets is dat je niet wil, is het ruzie met de Duitse politie. Maar goed, we leven nog. Waar is je lederhozen? Hey joh. Ja, heel dat ding moest uit. Ben je even mee schijten? Ja, ga jij maar aan de hoek, want ik moet straks weer. Wat zit je aan het doen? Het is lullig, want niemand anders kan meer aan de wc nu. Ik was ook nog helemaal niet klaar, maar ik kreeg zo'n melding en een piepje in het wc dat ik moest opschieten, want we gingen vertrekken. Kom ik hier aan, dan zit nog niet eens iedereen. Stel je voor dat, als je dat de bout hebt hierheen, gaan we opstuigen. Ik zweer het, die vrouw langs dat bij wc verfrissen. Over 5 minuten zit hij er weer. Er zit het wel op te bespreken. Hoe weet je dat? Is er getipt? Mat moet poepen. Besef, Koen heeft net het hele toilet gesloopt. En Rob die komt naar ons toe, die wist dat nog niet. Die zei ja, ik moest naar het toilet, maar ik moet voor, want achter mag niet. Die vrouw zei dat het gesloten was. Ja, sorry. Maar het gaat nu goed, mensen. Ja. Gadverdamme. Het stinkt echt. Je duim. Besef, ik kom binnen en zit nog poep op die klep. Oh mijn god. Hallo, welkom zu Amsterdam. Danke. Wie geht het hier? Ja, hou je bek, bro. Nu wordt het ook pas leuk, want nu loopt hij dus op Schiphol, waar iedereen echt denkt, what the fuck. Kijk, in München snapt iedereen nog wel, maar hier wordt het helemaal leuk. Allemaal mensen die hem elkaar kennen natuurlijk. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Hoe voelt het hier in Nederland? Wunderbar. Nou, ik zweer je, in Duitsland boeit het niet, maar hier wordt iedereen lacht je gewoon uit. Dat had u echt niet verwacht.
half biertje, mensen. Een half biertje had me deze ongek kunnen besparen. Mensen, ik heb er heel erg van genoten. Ik hoop jullie ook. We hebben twee dingen geleerd. Oktoberfest is best leuk, maar je moet er wel heel veel van scheiden. Zo. Oké, dus nu mag ik niet omkleden. Nee. Tot dan dat je thuis de deur binnen staat. Thuis was de regel. Aangekomen in de parkeergarage. Ik moet zeker nog 6 minuten lopen. Maar ik heb besloten om mijn koffer in mijn auto te laten liggen. Ik neem gewoon mijn tas mee en ik ga gewoon sprinten. Oké, mensen. Ik ben bijna thuis. Ik was dus een Mongool in lederhozen. Nu ben ik een rennende Mongool in lederhozen. Iedereen kijk maar aan. Het is verschrikkelijk. Mensen, ik heb kaart gered. Ik ben helemaal kapot. Ik denk dat ik naar een van mijn geil fetishfeest toe ga. Thanks nogmaals Captain & Son voor het sponsoren van deze video. En vergeet die kortingscode BANKZITTERS15 vooral niet.